Zo, en we zijn alweer klaar voor dag 2 van de challenge. Nou, we laten deze prachtige kamer weer achter ons. En gaan ons begeven richting de groep die beneden al staat te wachten. Want we gaan vandaag varen. Als ik heel de week onderweg ben met auto's, is het ook wel eens even fijn om gewoon de boot te pakken. En niet zomaar boot, natuurlijk wel Nederlandse producten, hè, de waaiers. Op de boot en dan mogen we weer naar auto's. Ik weet niet. Blijft toch niet op de boot eigenlijk, denk ik. Maar ja. Schoenen weer aan. Dagboot. Dagbootje. Dat is top. En dan weer terug naar de auto. Ik had liever op de boot gebleven, dat kan ik je wel vertellen. Kom, naar het hotel. Nou, we zijn kan weer uit hoor. Het was behoorlijk druk en natuurlijk veel bekijks met zoveel auto's als je dan ineens de stad verlaat. En zoals jullie weten zijn we onderweg naar Milaan. We moeten na nog 1 kilometer links rijden. En we moeten nog 329 kilometer voordat we daar zijn. En we hebben een verstekeling meegekregen. Christian, onze topfotograaf. Kijk, gewoon de geluidseffecten, alles zit erbij. En goed, waarschijnlijk als je mijn Instagram volgt, daar heb je ook al wat mooie foto's van hem voorbij zien komen. En hij gaat er nog veel meer maken deze week. Ik denk dat de volgende keer dat ik jullie spreek, dat we gewoon bijna in Milaan zijn. Dus het wordt vandaag gewoon een beetje toeren. Ja, dat heb je als je een fotograaf aan boord hebt. Er moeten ook foto's gemaakt worden. I wish I was the money or access. Wat is dit voor verkeerssituatie? En dan moet ik hier er wel in. Waar ben je toch? Iedereen links. Hier links, links. Dit is toch niet te doen? Kijk, pootjes zijn weer omhoog. Dat is daarnaast een paaltje. Wij regelen dat. Ja, joh. We hebben toch nog een beetje geluk gehad, want normaal gesproken staan hier dus paaltjes. En die waren gelukkig omlaag toen wij binnenkwamen. Maar wij staan bijna helemaal vooraan. Nou, lichtjes aan. En wij gaan even snel inchecken hier in het hotel in Milaan. Zijn we? Milaan. Oh ja. Nou, dag 3, hotel 3 en kamer nummer 3. 603. Hé, wat is dat toevallig? Nee, met uitzicht. Ja, zeg het maar. Ja. Oké. Okay. En dan maar een roomtour. De kamer ziet er in ieder geval wel mooi uit. Bureautje, bed en een badkamer. Zonder bad. Dat mag niet in bad zitten. Nou, we zijn aangekomen bij de Cavalli Club in Milaan en hoeven we waarschijnlijk niet in de rij te staan om naar binnen te komen. In Milaan heb je ook heel veel bekende mensen, waaronder dus mensen die zichzelf laten bouwen en daardoor bekend worden. Denk dat hij met mij op de foto komt? Ja. Ja? Hij met jou, niet andersom. Hij staat hier echt recht achter ons, zeker. Ik vind het wel heel spannend. Ja, maar ik durf niet. Daar heb ik jou toch altijd voor. Aan mij? Ja. Jullie willen graag samen. Sure. Can we take a picture with you? 1, 2, 3. Het is gewoon serieus gelukt. We zijn met een beroemd persoon op de foto geweest. Nee. In Milaan. Alien. Oh ja. Ja. Maar ja, het is gewoon gelukt. Superleuk natuurlijk zo'n club, maar... niet heel erg handig als je morgen dus 7 uur moet gaan rijden. Wij gaan lekker naar huis en morgen weer een nieuwe dag. Daar gaan we weer. Vind je dat leuk? Jawel. Nee, eigenlijk niet. Nou, en we zijn inmiddels aanbeland op dag 3 van de challenge. Nou, en ze zeggen altijd dag 3 van de challenge, dan begint de challenge pas echt. Dan gebeuren de gekke dingen. Als je goed luistert, hoor je waarschijnlijk ook aan mijn stem dat de dagen wat lang zijn en slaap wat minder.
In ieder geval, we gaan dus beginnen. We starten vanuit het mooie Milaan. We staan hier voor het centraal station van Milaan. En ja, zoals je ziet, er staan nog wel aardig wat auto's. Maar iedereen is een klein beetje op eigen gelegenheid nu aan het vertrekken. Deze staan klaar om te vertrekken. Wij staan klaar om te vertrekken. Je hoort het, we gaan er vandoor. Sim, blijf nou toch eens van die knoppen af. Nee, hij wil niet weggaan. Nou, we zijn klaar om te vertrekken. We hebben weer een nieuwe verstekeling achterin. Hey, move! Schin er toch op! Ik wilde vertellen, we hebben een nieuwe verstekeling achterin. Dat is, nou stel jezelf maar even voor. Rodi. Rodi. Nou, Rodi is onze cameraman en die gaat vandaag nog wat mooie beelden voor de challenge maken. De mensen die het nog niet volgen, we hebben net eventjes over de keitjes van Milaan gereden en er zitten hele dunne bandjes om deze velgen en het klinkt iets niet helemaal lekker. Schokdempel kapot. Kan dat kwaad? Ja. Van lager. Kan dat kwaad? Ook, ja. Alles kan kwaad. Dit is niet goed hoor, joh. Ik zit echt te wachten tot ik straks in deze wiel weg zie rijden, weet je wel. Ja, en daar staan we dan met een auto die er eigenlijk perfect uitziet. Wielen zien er goed uit, maar er is iets mis mee. Ja, het zou een lager kunnen zijn, het zou de velg zelf kunnen zijn, het zou de ophanging kunnen zijn, we weten het niet. We weten alleen dat we over hele slechte wegen in Milaan hebben gereden met heel veel keitjes. En daarna gaf hij natuurlijk, zoals jullie al konden horen, dat dringende geluid. Vooralsnog is dit niet de beste situatie waar je in kan verkeren. But I want to know if you have the parts. Hulptroepen. Serieus? Ja. Wat is dit voor een hulptroep? Kijken. Op een of andere manier zaten de wielbouten losser dan ze zouden moeten zijn. En ja, dat kan allerlei oorzaken hebben. Maar deze meneer van GMTech, die heeft het opgelost voor ons. En daar zijn we natuurlijk super blij mee. Laat het alsjeblieft dat geweest zijn. Ik voel wel wat. Nee, hij is goed. Hij is gefixt. Hij is goed. Nog even iets harder. Ja. Alsjeblieft. Loslaten. Hey joh, dat was net al onder de 90. Ja. Dank u, geen GMTech. Niks. Perfect. Geen idee wie die stickers op die meebag heeft geplakt, maar ik denk dat het een stel cameramensen geweest zijn. We zijn aangekomen bij de lunchlocatie. Geen koffiestop gehad, dus we hebben nu wel aardig honger en dorst en alles. Dus we gaan eens even lekker wat eten. Lekker? Heerlijk. Wij gaan lekker roeien, allemaal. Ook de lokale roeivereniging is aanwezig. Die gaan lekker roeien vandaag. Nou, dat was een hele korte pitstop. Wel heel erg lekker gegeten hier nog net randje. Ja, wat is eigenlijk randje Italië nog? Hè? We zijn nog niet in Oostenrijk. En we gaan weer verder. Nou, dit is de carpark. We doen nu eindelijk iets wat we eigenlijk veel te weinig doen, even langs de weg stoppen om van het belachelijk mooie gebied hier te genieten. En nou ja, zoals je ziet hier beneden is de weg waar we net omhoog gereden zijn. En als het goed is komen daar straks mederijders van onze motorschool. Thank you.
We zijn allemaal happy! Ja, dit is toch wel echt nog steeds het lekkerste wat er is. Gewoon vol gas door de bochten, lekker door de bergen. Achter een Ferrari aan, met je C63, met 600 pk. Ja, wat wil mensen nog meer, jongens? Uitstappen. Ja, als je ernaast zit wel. Grappig. Maar als je achter het stuur zit. Ai, ai, ai. Dit is zo lekker. Ja, dat was lekker. Het was een van de leukste stukjes van deze week. In ieder geval even lekker door de bergpassen scheurden. Nou, we hebben iedereen weer bijgetrokken naar ons avontuur met de drone. En ja, we rijden nu dus achter de 812 Superfast en de GT3 RS aan. En nog 235 kilometer naar ons eindpunt van vandaag. Aanwezigheid gaan we nu ons laatste stukje snelweg rijden en dat doe ik even snel vertellen, want de batterij is bijna leeg. Nog 51 kilometer. Aankomst in Velden aan Wörthersee. Nou, we staan mooi voor de Wörthersee geparkeerd en we hebben het allemaal weer overleefd. Hoe is het mogelijk? Het was een mooie rit, mooie route en ja, even een stukje door de bergen en lekker hard kunnen rijden. Al met al, we zijn veilig aangekomen. Rowdy heeft het ook overleefd, dus... verantwoordelijk, hè? Hou eens even op. Je kan natuurlijk alles zeggen over de challenge dit jaar, maar het bestaat in ieder geval uit een bond gezelschap. Nou, je ziet het, de jongens van Joel Beukers die spuit een hele fles champagne leeg. De meebag komt net met zwaailampen aan met onze Duitse vriend, kunnen we inmiddels wel zeggen. En natuurlijk onze mooie dames, de challenge dames. Ja, ja. We pakken hem! Queen! Ja, ja, ja. Wat een oor. Stempeltje. Ja, pas op de auto. Doe dat! Kom maar! Dus wat ik al zei, een bond gezelschap. En hotel nummer 4. Nou, we moeten natuurlijk ook even weer een roomtour doen. Dus we gaan eens kijken wat voor hotel we hier in Velden hebben. Een woonkamer. En een aparte, soort of aparte slaapkamer. En een mooie badkamer. Hallo. Het toilet. En een douche. Even naar buiten kijken. Ik zeg helemaal top. Ben je klaar voor het avondprogramma? Ik denk het wel. Het ziet er weer leuk uit. Mensen, even goed kijken. We moeten natuurlijk wel heel de tijd in thema blijven, dus ook 's avonds. Team NASA. Zou dat helpen, Herman? Ja, natuurlijk. Twee appen.